Misschien wel de enige wedstrijd in Europa van AZ. In het Zwitserse Wigis, daar heeft de Duitse Bundesliga-club Hoffenheim een middenmotor daar. Een trainingskamp en AZ is uitgenodigd. De eerste kans van de wedstrijd, Ruby. Na een minuutje of 6 spelen voor de thuisploeg. Zo kun je het bijna wel zeggen. Zo'n 600 fans zagen dat Vivelinho een rode kaart krijgt buiten het zicht van de camera. Hij zou nagetrapt hebben volgens de scheidsrechter in een oefenwedstrijd. En de toeschouwers zien dat Van Basten, de coach van Hoffenheim en de scheidsrechter overleggen of misschien weer 11 tegen 11 mag worden. Nee, AZ dus met een man meer en een doelpunt tegen. 57ste minuut, de tweede helft inmiddels, dus Rudy 1-0. En dan vindt Hoffenheim het wel goed. Gaan ze 5-6 spelers wisselen. En dan mag AZ wat proberen, maar AZ speelde niet goed. Je merkt dat Johansson er niet is en dat er niet echt een spits is. Babalje stond daar, maar kansen creëerde AZ nauwelijks. Dat deed Hoffenheim wel. Dat deden ze al aardig modest hier. Halverwege de tweede helft. 2-0 voor Hoffenheim. Zo'n 500 Duitse fans, 50 Zwitserse en 4 Nederlandse fans zagen dit duel. AZ wisselt dan nog wel wat, maar echt kansen. Nee, Hendriksen hier dan nog met een inzet. Nee, dat was het eigenlijk wel. Van Basten niet tevreden na afloop. En hij moest ook nog toezien dat Hoffenheim kans op kans kreeg. Hier nog eentje. En dan nog in minuut 87 een vrije trap. Op een meter of 17. En die mag Esteban wel houden. Doet hij niet. 3-0 voor Hoffenheim.